een van de uitblinkers van de wedstrijd van vanmiddag van Driel tegen Echteld. 4-0 gewonnen door de thuisclub. Gino, de uitslag doet een makkelijke middag voorspellen, zeg maar. Kun je dat bevestigen? Kun je een korte samenvatting geven van hoe jij de wedstrijd hebt beleefd in het veld? De uitslag doet inderdaad een makkelijke middag laten lijken, maar eigenlijk vond ik dat totaal niet. Ik vond wel dat we heel goed begonnen zijn in de wedstrijd. We creëerden ook wel redelijk snel wat kansen en mogelijkheden. Eigenlijk hebben zij, denk ik, wel de twee grootste kansen gehad voor rust. Maar die kan er gelukkig niet in. Wij scoren zelf wel voor rust. Ik denk vanaf dat moment zijn we zelf weer iets minder gaan voetballen na de 1-0. En denk ik dat wij weer iets meer onder druk kwamen te liggen. Maar meer door standaard situaties. Twee corners die best wel gevaarlijk waren. Een vrije trap die redelijk gevaarlijk was. Maar gelukkig hebben we de 0 gehouden tot de rust. En zijn we denk ik de tweede helft ook wel goed de kleedkamer uitgekomen. Ik denk wel dat we het lastig hadden met de omzetting in het begin die zij hadden gedaan. Volgens mij gingen we met 3 spitsen spelen. Op de site van Echteld staat 4, maar komt hij niet uit opmaken. Ik denk na een aantal minuten dat het wel weer redelijk grip op de wedstrijd kregen. Die omzetting hadden we wel redelijk door. Die nummer 9 waar we in het begin hadden we wel redelijk lastig mee om die te verdedigen, die ging aan de zijkant spelen. Die vond ik minder gevaarlijk worden in de zijkant, dus dat pakte voor ons wel goed uit. En ja, we maken snel 2-3-0 achter elkaar. En dat was eigenlijk wel het breekpunt voor Echteld. Maar ik vond wel dat we het best wel gelijk opgegaan is. Geen hele makkelijke middag dus, begrijp ik. Geen hele Jij zelf hebt lang eruit gelegen door blessure leed. Dit was de eerste wedstrijd, of tweede wedstrijd sinds lange tijd dat je in de basis gestart hebt. Het lijkt of dat je geen wedstrijdritme nodig hebt om meteen in een aardige vorm te steken. Hoe zie je dat zelf? Op zich, het gaat best wel lekker voor mijn gevoel. Het gaat wel goed. Ik speel best wel goed voor mijn gevoel. Alleen conditioneel is het niet erg best nog. Ik denk dat daar wel nog veel stappen te halen vallen. En ik ben blij dat ik er weer bij ben. Ik vind het goed gaan op zich. Alleen conditioneel, ja, wat ik zag, moet beter. Nou, conditioneel gaan we nog even aan werken dan. 2 wedstrijden meegedaan in de basis, 4 punten. Ook nog 2 keer gescoord, Gino. Waar denk jij dat dit seizoen de verwachtingen moeten liggen? De doelstellingen voor het team en voor jezelf? Voor mezelf denk ik, ik ben eigenlijk een speler die niet veel scoort. Normaal gesproken. Ik denk wel dat daar stappen gemaakt kunnen worden. Ik denk ook vooral nu Jeroen voorin staat. Dat ik zelf aanvallend beter tot mijn recht kom. Omdat Jeroen een bal vast kan houden en mij ook wel redelijk vaak zoekt. En dat ik zelf ook de ballen goed bij Jeroen kwijt kan. En Wim, die zich eigen het snot voor de ogen loopt, eigenlijk 9 minuten lang, dat komt voor mij ook heel erg goed uit. En daar ben ik hem ook erg dankbaar voor, moet ik zeggen. En ik denk dat ik daardoor ook scorend, dat ik meer ga scoren dit seizoen. En als team zou ik heel erg tevreden zijn als we gewoon erin blijven zonder een na-competitie of iets dergelijks. Of gewoon rechtstreeks degraderen natuurlijk, dat is helemaal niet wat ik wil, maar gewoon middenmoot. Dat zou een mooie doelstelling zijn, denk ik. Nou, dank voor de komst, Dino, en succes. Graag gedaan. Dankjewel.